En nu gaan we het hebben over folkmuziek. De Friends of Folk die treden dit jaar voor de 10e keer op in de hal in Axel. Ierse en Schotse folkmuziek, dat staat centraal. Jan Hamelink en Wouter van de Broek. Van de Boek staat hier, typfoutje. Ook wel een leuke trouwens, wat er in dit geval. Twee van de zes vrienden. Dan moet ik ze toch even laten zien. Kan ik dat voor die camera, jongens? Dat is een camera. Kijk. Wie zijn jullie? Van dit, weet je uit je hoofd? Ik ben de... Ik zit helemaal aan de buitenkant. Mooi. En ik heb een hand binnen. Dat is aan de andere kant. Ja, dan zien ze nog eens. Dit zijn de zes. En 7 maart kun je ze in de hal in Axel zien. Welkom in de studio in ieder geval. Je zit er een half uurtje bij. Dat vind ik leuk. Hoe ver gaat die vriendschap terug in dit groepje? Die 10 jaar of al langer? Al langer. We zijn begonnen met de Ierse sessies in de Ierse club hier in de daar hebben we elkaar leren kennen. En dat is eigenlijk uitgelopen via incendiekoren te zingen. En, want hun waren, met z'n vijven waren al incendiekoren. En, en toen hoorde ik dat ze bezig waren met een Ierse groep. Ik denk, gauw even aansluiten. Dan pik ik dat even mee. Dus dat was eigenlijk een opstapje. Okay. En vanuit daaruit zijn we eigenlijk eerst met 9, 8, 7. En nou met 6. Dat is oké. Ja. Dat is wel een terugloop. Ja, nou ja, dat heb je altijd in het begin. Ja, dat zal. De nieuwe geit moet eraf en op een gegeven moment dan stabiliseert dat zich. Op een gegeven moment moet je elkaar vinden van... Maar met dit clubje bij al die 10 jaar samen? Meer dan 10 jaar samen. Dus het zijn echt friends of folk. Het zijn friends en dan ook nog friends of folk. Ja. Zo moet ik het eigenlijk zien, ja. Hey, wat is dat met Ierland? Jan. Nou, als je er een keer geweest bent en dat soms net als meer muziek, je wordt er gepakt. Ja. En dat blijft gewoon hangen, de sfeer. En is toch, ergens voel je je eigen ook thuis. Ja, dat zal ongetwijfeld vandaar de vraag. En dan natuurlijk de sfeer in de muziek. Als je van die muziek houdt natuurlijk, overal zat wel een pub te vinden waar het er muziek is. Ja, dat zit in de genen een beetje dat in Ierland. De en wij zijn natuurlijk ook muziekliefhebbers. En dus als we in een pub komen in Ierland, dan willen we zelf ook wel eens even wat zingen. Ja, bij wijze van spreken. En dat mag ook. Dat vinden ze fijn. Even voor de duidelijkheid. Jullie gaan ook met deze club regelmatig naar Ierland toe. Eén keer op jaar. Nou, dat vind ik een regelmaat, zeg maar. Een max halve. Maar dan treden jullie daar ook op. Ja. Het is meer dan het is natuurlijk een vakantie, maar jullie treden op. Of doen optreden voor radio of misschien in pub, zoals je zegt. Ja. Ja, wij worden uitgenodigd door elk jaar op een festival. Mm-hmm. Dat is een heel klein dorpje aan de Ierse westkust. Hoe heet dat? Je kijkt zo de oceaan op. Ik verwacht nog weer een mooie naam. Rosses Point. Ach, fantastisch. Rosses Point. En als je schrijft, staat er gewoon P-E-E-K bijvoorbeeld. Je hebt geen idee hoe je het uitspreekt. Nee. Maar dat is ook mooi natuurlijk. Hè? Maar ga verder. Maar in ieder geval, wij worden daar elk jaar eigenlijk uitgenodigd. We zijn weer uitgenodigd. Dus we hopen daar weer half juni naartoe te gaan. Vinden ze dat mooi daar zo? Vanuit het buitenland, mensen die hun Ierse roots bezingen, zal ik maar bijna zeggen. Ja, we bekijken het natuurlijk van een andere kant. Ja, zeg maar. Ja, wij hebben heel die geschiedenis niet beleefd. Maar, nee. Maar je zingt er wel over. Ja. Maar wat vinden hun daarvan? Ja, het is heel apart eigenlijk dat een hele buitenstaander het oppikt wat hun hebben gevoeld. Ja. Dat is heel bijzonder. Maar het feit dat je elk jaar terug mag komen betekent dat ze het wel goed vinden eigenlijk. Ja, dat het gevoel goed zit. Ja, precies. Ja. Iers en Schots, is daar verschil in? Want ik zag Ierse folkmuziek en Schotse folkmuziek in de inleiding. Is het ook zo of is het 80% Iers en een klein beetje Schots? Wat wij doen is hoofdzakelijk Iers. Maar we hebben ook elk jaar een Schots stukje ertussen als we optreden in de hallen. En in feite is de Schotse muziek die je in Schotland tegenkomt, is eigenlijk meestal dezelfde melodieën als in Ierland. Alleen ze hebben er meestal een andere tekst erop. Oké. Dezelfde melodie, ja? Ja. Even los van het accent natuurlijk, maar... Ja, natuurlijk. Maar dan is de tekst Schots gemaakt. De tekst is meestal anders. Oké. Dus dan maakt het muzikaal gezien weinig uit. Of zitten er toch weer typische Schotse instrumenten in? Of zijn die er niet? Even los van de doedelzak, dat snap ik wel. Ja. De Ieren hebben de Julian Pipes natuurlijk. Ja. En die hebben de Schotten niet. De Julian Pipes, dat zijn van die pijpen liggen op je, eigenlijk, als het ware, zo langs je... De bovenbeen. En langs de bovenbeen. En wordt bediend door de armen. Oké. Ja. Je doet vier bewegingen. Het is het moeilijkste instrument zowat. Dat je moet vier bewegingen doen om muziek te maken. Om muziek te maken. Om toon voor te brengen. Het duurt soms jaren voor je er klank aan het krijgt. Maar wij hebben nog geen dood voor om dat nog te leren. Ik wilde vragen, gaan jullie dat ook doen? Wat voor instrument bespeel jij wat? Ik speel de Oran. Een Ierse trommel. Een Ierse Boran. Oké.
Ja? Trekharmonica en mondharmonica. Het is dus echt een trekharmonica. Maar vroeger had je de grap van een trekzak, zal ik maar zeggen. Noemen ze dat. Ja, nou, dat, eigenlijk is dat de trekzak. De trekharmonica is eigenlijk de trekzak. Oké, okay. Het werd al denigrerend gebruikt wel eens. Hè? Door mensen die er geen verstand van hebben. Voor ons niet hoor. Nee, dat snap ik. Maar het is eigenlijk de accordeon van de arme mensen was dat. Het werkt ook anders als een accordeon. Ik kan niet op een accordeon spelen. Oké. Okay. Als je daar een knopje indrukt, maar het is meestal met knopjes. En als je een knop indrukt, die gaat de balg in of de balg uit, heb je twee verschillende tonen met hetzelfde knopje. Alleen bij een accordeon, als je daar een toets indrukt, heb je in en uit een balg met dezelfde toon. Het is alsof ik met Gerry Romein praat over banjo's en zo. Die gaat het ook allemaal helemaal uit zitten leggen hoe dat zit. En die kan er een poepje van natuurlijk, maar dat weet hij wel. Ja, dat weet hij wel van. Ja, dat is toch zo. Dan wil ik een vraag stellen over die trek. Nou ben ik hem kwijt eigenlijk. Oh, 7 maart, in de Halle. Dat is een jubileum dus, 10 jaar. Vier je dat als zodanig? Op die dag wel, ja. Ja, op die dag wel. Ja, een praktische jongen. Aandacht voor de jeugd, zie ik dan ook. Dat is wel een belangrijke. Is er überhaupt aandacht bij jongere mensen voor folkmuziek? Soms heel wel. Soms wel. Ja, maar als je... En wat is jeugd in dat geval, maar vooruit? De Teun. Ja, ik heb er hier... ik zie hier drie namen staan. Ik zie Marieke, Teun en Toby. Teun Alonsjes, die hebben het. Die komt dan voor het eerst. Die Toby heeft ooit één keer geweest bij ons. Maar dat zijn... Teun had 3 nummers speel. En dat zijn gewoon Ierse nummers. Mm-hmm. Dat hij gewoon graag speelt, dat hij ook leuk vindt. Dus... Marieke, die heeft een fluitje... En Marieke, die speelt op allerlei fluitjes. Zo zei ze. Ja, heel zwak is dit. Een zwak moment in het gesprek dit natuurlijk. Ja, hè. Maar ik dacht dat het een piccolo was, maar jullie noemden dat... Pennywissel. Ja. Wat? Maar zij is ook de laatste jaren onze vaste gast eigenlijk. Ja. Oké, okay. Bijna vast lid dan eigenlijk. Of alleen een los vaste relatie hebben we dan mee. Ja. Een lat relatie, living apart together, dat is dan weer Engels natuurlijk. Dat is toch geinig eigenlijk allemaal. Hè. Wat gaat er gebeuren nu in de hal? Spelen jullie weer steeds dezelfde muziek of zijn jullie mee bezig? We zorgen er al een keer voor dat we een nummer of 10 nieuwe nummers hebben. Oké, okay. En nieuwe nummers zijn... oude nummers, is folk altijd oud? Oude nummers, nummers hebben we nog nooit gespeeld. Hè? Ja, oké. Okay. Voor jullie ik schrijf zelf ook de nodige nummers, ook voor naar Ierland. Jij schrijft zelf muziek? Ja. Dus dat is nieuwe folkmuziek. Ja. Die speel je in Ierland? Ja. Ook. Hoe vinden ze dat dan? Want dan schrijf jij over oude Ierse dingen. Nou, niet altijd over... Of oude Teneuzense dingen? Nee, over Ierse dingen. Waarom? Over Ierse dingen? Niks over de Flying Dutchman, maar is er geen folk? Nee. Bij Rosses Point daar bijvoorbeeld, ik ga het even een voorbeeld geven. Daar ligt een groot strand, Rosses Point Beach. En daar hadden we een lied over, maar dat was het tweede jaar aan me kwam. Ja. Had ik daar een lied over geschreven. En het lied gaat natuurlijk erover... ik stelde daar een vraag in de zaal. Er zat 500-600 man in de zaal. En ik probeer, wie heeft er wel eens op het strand gelopen van Rosses Point? Toen stak heel de zaal zijn hand op. En toen vroeg ik wie is er wel eens gekust of heeft gekust op het strand van Rosses Point. En er waren een heleboel mensen een hand op. Ik zei, dan moet ik toch nog een vraag stellen. Wie net er wel eens de liefde bedreef op Rosses Point Beach. Okay, en er was één man die stak zijn hand op. En hij kreeg een enorme por van zijn vrouw. En zit de rest niet helemaal avond zo gezeten aanwezig. Een kneus de rib. En toen kwam het lied. Oei. Maar ze zingen het nog. Ja, ze zingen het soms nog daar. Oh, dat is mooi. Het is wel leuk. Dan moet jou toch geweldig vinden. Of jullie geweldig vinden. Ja, dat is geweldig. Ja, geweldige integratie is dat. Kunnen we hier nog heel lang over doorpraten? Nou, maar we zingen eigenlijk ook voor ons doen de liefde voor het land. Oké. Okay. Ja. Ja, we hebben ook nummers dat we gewoon. De liefde die wij voelen voor dat land. Ja, dus... En dat voelen hun ook. Ja, dat vinden hun heel bijzonder dat wij dat zo brengen. Nee, ik had de vraag staan, wordt er nog steeds nieuwe folk gemaakt? Maar het antwoord is al gegeven bij dit. Ja. Ja. Oké, okay. 7 maart in de Halle. Ja. Zin in? Ja, we hebben er zeker zin in. Iedereen is er helemaal klaar voor? Iedereen gezond? Ja, iedereen is er. Alles ingestudeerd. De mensen bekomen. Moeten we nog repeteren van de week? Eventjes. Nog even de laatste puntjes op de i zetten. En dan juist. Hoe gaan we er helemaal voor. Hoe zeg je dat op z'n i's? Puntjes op de i zetten, dat moet jij weten natuurlijk. Nee, hè?